Nick speelde gistermiddag in de Alpha Hall tegen Blauw-Wit uit Amsterdam. Vorige week verloor Nick de eerste wedstrijd van de competitie, dus de eerste thuiswedstrijd moet een overwinning opleveren. En Nick begint goed aan het duel, speelt agressief en neemt al snel een kleine voorsprong door scores van Gerritsen en de snelle Ricky Wu. Blauw-Wit heeft het moeilijk, Nick verdedigt goed en hard en de Amsterdammers komen maar moeizaam tot scoren. Bij Nick gaat het een stuk beter. Rianne van Echten gooit raak. En in de volgende aanval Michiel Gerritsen. En zo neemt Nick in de eerste helft een ruime voorsprong. De goed spelende Taiwanese Ricky Wu, dit jaar nieuw bij Groningen, schiet het verschil naar 6. De stand is 9-3. Blauw-Wit doet dan nog wat terug en scoort van afstand. En dan gebeurt het. Michiel Gerritsen gaat neer en grijpt naar zijn knie. De sterspeler van Nick, die vorig seizoen zijn knieband afscheurde, lijkt weer zwaar geblesseerd. Het wordt doodstil in de Alpha Hall. Het publiek, de spelers, iedereen leeft mee. Gerritsen kan niet verder spelen en moet van het veld worden gedragen. Nou, eigenlijk vorig jaar ging ik door mijn rechterknie en ik had nu eenzelfde soort actie. Ik ga hard naar links en krijg de bal en ik wil eigenlijk meteen weer inspelen en naar rechts gaan. En ik zak zo door mijn linkerknie dit keer. En hetzelfde gekraak en hetzelfde pijn. Dus morgen maar even onder zo'n scan en dan kijken wat er precies aan de hand is. Maar waarschijnlijk is je kruisband ook of gescheurd of afgescheurd, zoiets. Dat is nu de verwachting, tenminste dat heb ik, zo'n gevoel heb ik nu. En ja, dat is behoorlijk kloten. Ja, ik krijg gewoon, terwijl je het vertelt, krijg ik gewoon kippenvel. Ik denk, oh jee, wat erg. Ja, hoe zit je nu zelf in je vel? Ja, eigenlijk net zo nuchter als de vorige keer. Ik kan er nu weinig aan veranderen. En het is heel erg kloten om het zo te zeggen. En, maar ik kan er niks nu meer aan doen. Het enige wat ik nu kan doen is de mensen die daarvoor gestudeerd hebben ernaar laten kijken. Ook coach Vlietstra vreest het ergste. Wat was het eerste wat je dacht? Nee, niet weer. Ja, en hij blijft er zelf heel rustig onder. Maar hij zei direct van het is hetzelfde, alleen een andere knie. En ja, dan schrik je heel erg. En dan denk je, nee god, daar gaat de beste korfballer van de wereld voorlopig even een kans zitten. Dat is, ja, dat heb je natuurlijk liever niet. Ja, je merkte ook de sfeer in de hal. Hè? Iedereen viel doodstil en afwachten, kijken. Ja, ik kreeg kippenvel en het was net of er een beetje dat je kouder de zaal in ging bij iedereen. Ja, die jongen heeft er zo verschrikkelijk veel voor gedaan om terug te komen. Doet er nog steeds zo verschrikkelijk veel voor. Hij traint zo met zijn kopje, nu wel, nu niet. Vrijdag heeft hij niet getraind, donderdag een stukje. Hij is er zo mee bezig en in alles is hij zo'n perfectionist. En is hij zo gedreven en fantastisch voor de club. Dat het gewoon kloot is dat hij er niet meer bij is. Echt kippenvel, ja. Ja, dat krijg ik nu weer, ja. Met Gerritsen meelevend vanaf de kant moet Nick verder zonder zijn beste speler. De grote voorsprong opgebouwd in de eerste helft wordt kleiner en kleiner. Blauw-Wit ruikt zijn kans, want zonder Gerritsen is Nick kwetsbaar. Nick heeft het dan moeilijk, maar blijft keihard vechten. Ricky Wu wordt moe, maar de schutter schiet even later wel raak. Van Dijk komt in het veld bij Blauw-Wit. Van Dijk speelde vorig seizoen nog in Groningen. Van Dijk werd door Nick een jaar geschorst wegens een knokpartij op de club aan het eind van het seizoen. Hij vertrok naar Blauw-Wit en hij wil zich gelijk laten gelden. Hij forceert en wil heel graag, maar Nick breekt niet. Het verschil loopt nog wel even terug tot 21-19. Maar Jort de Nekker, de vervanger van Gerritsen, redt Nick en zo wint de thuisploeg met 25-21. Ondanks het verlies van Michiel Gerritsen. Vandaag werd bekend dat de kruisband van Gerritsen kapot is. En Nick moet het waarschijnlijk de rest van het seizoen doen zonder een topspeler.